Hoi, Ruud hier en welkom op mijn Hangout. Een tijdje geleden heb ik een filmpje gemaakt over de SE5. Dat is dit toestel. Ik kon hem niet testen, want ik heb namelijk de centrale niet. Totdat ik ineens een e-mailtje kreeg van Evert van der Meer. Hij zegt, Ruud, ik heb een centrale voor je, inclusief telefoons. En die mag je hebben en ik kom hem ook nog even langsbrengen. Ja. Daar zeg ik natuurlijk helemaal geen nee tegen. Dus ik heb nu de SE5 centrale. En ik ga hem eventjes openschroeven. Kan je zien hoe die er van binnen uitziet. En daarna gaan we hem even aansluiten. Gewoon even testen. Kijken of het allemaal werkt. In dit filmpje. Nou, hier zie je de defecte knop zitten. Nummer 1, die ga ik er helemaal uithalen. Dit is de kapotte balk. Dat kapotte knopje. Even poetsen. En dit is het donortoestel. Hier ga ik de knoppen uithalen. Dit is de goede. Even het nummerkaartje eruit halen. Hij is weer helemaal schoon, dus ik ga hem in elkaar zetten. Dit is isopropanol alcohol. Het is een schoonmaakmiddel. En daarmee ga ik even zijn tanden poetsen. En de knoppenbrug die is klaar en die kan weer aangesloten worden door middel van deze kabel. Ja, dit is een precisieklusje. Het past allemaal maar net aan. En deze moet je heel erg hard aanduwen voordat hij erin schiet. Maar het is gelukt. De donor zit erin. En we hebben weer 6 nieuwe en mooie knoppen. Ja, het nummerkaartje, ik vind hem niet meer zo mooi. Maar toch ga ik hem er gewoon weer in zetten. Het is toch origineel. En nu is de draaischijf aan de beurt. Ja, ja. En dan is het een kwestie van dichtschroeven en de horen er weer aan. En dan is hij klaar om hem te gaan testen. Hier zie je de binnenkant van de centrale met aan de rechterkant een leeg slot. Daar hoort een telefoonkaart in te zitten, maar die heb ik helaas niet. Ik mis er één, dus ik kan eigenlijk maar 4 telefoons aansluiten. Maar dat maakt voor de test niks uit. En deze SE5 installatie, dat is de opvolger van de S65. En dat is deze. Dit is echt een serie toestel, waarbij de kabel in en uit gaat, in en uit gaat, in en uit gaat. Ik heb er een plaatje van gemaakt. Maar in deze SE5 installatie gaat het natuurlijk niet van toestel naar toestel naar toestel, die kabel. Maar het is ster. Dus SE5 staat niet voor serie toestel, maar staat voor semi-elektronisch. En we gaan er even mee spelen. Kijk, want als ik de horen opneem, ja, dan hoor ik nog helemaal niks. Wat moet ik doen? Deze indrukken. Dit is voor de netlijn. En als ik die indruk, dan gaat op mijn toestel het lampje branden. Maar niet alleen bij mij, maar bij iedereen. Dus iedereen die weet nu dat die lijn in gesprek is. En als ik ophang, gaat iedereen het lampje weer uit. Maar ik wil helemaal niet ophangen. Ik heb iemand aan de lijn. En die wil ik graag eventjes doorverbinden naar iemand. Nou, dit is dan toestel 1. En dan kan ik erop knopje 1 te drukken de zoomer laten gaan. Lekker geïrriteerd doen. Nummer 2. Nummer 3. En aan het geknipper kan je dus zien dat het gesprek wat ik had in de wacht staat. Ik neem hem op. Druk op het knopje. En ik kan hier neerleggen. En dan heeft hij het gesprek. En dan kan hij lekker doorkletsen. Echt veilig bellen kan je er niet mee. Stel ik heb hier een gesprek.
Dan hoeft die ander maar even de telefoonhoren op te nemen. En je kan meeluisteren. Geldt voor allemaal. De kiestoon die deze centrale genereert, die haalt hij gewoon uit de buitenlijn. Hij heeft zelf geen kiestoontjes of ingesprekstoontjes of wat dan ook. Eigenlijk zit het allemaal maar een beetje parallel aan elkaar geschakeld. Maar wel met het mooie dat je elkaar kan bellen. Prachtig, die zoomers. Nou, wat mij betreft, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer op mijn hangout. Bye bye.